Ja, nog een paar uurtjes. Het moet allemaal net samenvallen altijd, hè. Dat is altijd heel bijzonder eigenlijk. Het valt op zich momenteel wel lekker samen. Ja, ja, zeker, zeker. Het valt nu goed samen. Maar ik bedoel, het is niet alleen voor mij, maar het is voor alle deelnemers, toch? Het moet allemaal maar net goed vallen. Ja. Je moet allemaal op het juiste moment pieken. En maar je hebt natuurlijk de verschillende soorten aanpakken, hoe je naar een wedstrijd toe werkt. De ene drinkt nog 7, 8 liter de dag ervoor en stopt dan met drinken de volgende dag, zeg maar, op de dag van de wedstrijd. Of je drinkt toch nog wat door, zeg maar. Het ligt ook aan het fysiek, hoe het eruit ziet. Hoeveel vocht je afgedreven, op wat voor manier. Maar bijvoorbeeld, je moet dat kunnen ook gewoon extreem diëten, zeg maar. Dat is niet voor iedereen. Je hebt jongens die mentaal goed zijn in off-season, die heel makkelijk spiermassa op kunnen bouwen. En je hebt ook jongens die gewoon heel goed kunnen leiden. En weet je, want het is gewoon diep gaan, zeg maar. Want het is super zwaar. Het is helemaal uit je comfortzone. Je mag niet eten, je hebt honger. Je hebt geen energie, je voelt je loom. Je hersenen werken op een gegeven moment die gewoon niet lekker meer. Ja, dat is, ik kom ook gewoon een heel mentaal aspect bij kijken, zeg maar, bij de voorbereiding naar een wedstrijd toe. Ja. Dus naast dat je genetisch op een bepaalde manier in elkaar zit, zit je ook nog eens persoonlijk op een bepaalde manier, mentaal in een bepaalde manier in elkaar. Het is altijd knap om het uiterste uit jezelf te halen. Daarom is het ook altijd belangrijk, denk ik, dat je altijd naar jezelf toe kijkt en zelf je grenzen verlegt in plaats van dat je naar anderen kijkt. Zo van, ja, daar wil ik van winnen. Nou, dat is niet altijd zo. Natuurlijk kom je om te winnen, maar dat zit er niet altijd in. Nee, maar dat is in die zin ook wel mooi, dat je dus ook nul controle hebt over hoe iemand anders eruit ziet. Ja, dus je hebt zeg maar geen... Kijk, bij een voetbalwedstrijd of zo, dan moet je proberen om je tegenstander letterlijk te verslaan. En je speelt met een team. Ja, dat ook nog. Ja. Maar neem zeg maar een sport die dan 1-op-1, zeg maar, niet team, weet ik veel, pingpong of zo. Tennis. Dan moet je echt zo kunstdanige moves maken dat je tegenstander er niet goed op kan reageren. Dat kun je niet doen. Dus in die zin is het ook wel een hele vriendelijke sport. Mm-hmm. Dat je gewoon echt, je staat daar voor jezelf. Ja. Ja, je moet gewoon zo goed mogelijk komen. Dat gaat die ander ook proberen. En dan kun je niet. Ja. Ja. Ja, dat maakt het ook wel een hele mooie sport natuurlijk. Zeker. Ja. Ja. Als je kijkt ook naar alle andere sporten, voetballers enzovoort, kickboksen, vechtsporten. Vaak hebben die niet eens, weet je wel, dat is het verschil tussen een soort beginnende atleet en dan gaf een gevorderde atleet. Is dat die misschien dan net even wat meer bezig zijn met een dieet in plaats van dat ze eten wat ze willen, zeg maar. Ja. Alleen bij bodybuilding is het zo dat je maximaal aan het presteren bent, week in, week uit, met een tekort aan energie, met een tekort aan slaap, in een caloric deficit, dus die energiebalans is negatief. En dan moet je alsnog maximaal presteren en het maximale eruit halen. En dat is met geen enkel andere sport is dat zo. Nee, dom. Dus daarom is het ook heel extreem. Ja. En ook niet voor de meeste mensen weggelegd. Nee, zeker niet. En dat maakt het dus inderdaad ook gewoon heel leuk. Ja, ja. Een stuk scherper als op de Benelux. Grading dan, gewoon echt. Ja, prachtig. Een grading inderdaad. Ja, ziet er gewoon goed uit.
Mijn coach werkt veel met gewicht, dus ik kijk elke keer naar maaltijd en naar poseren wat mijn gewicht is. En aan de hand van foto's, gewicht, vertering, energie, hoe ik me voel, breng ik eigenlijk verslag uit. En op de basis van die gegevens wordt geanticipeerd wat de volgende stap is. Aangekomen bij Theater Liefkamp, backstage. Met alle atleten van vandaag. Ik moet wat snacken omdat ik honger heb. Dat staat in mijn plan. Dus de coach zei één koekje, dus we dachten, maken ze wat groter. Nee, die gaat natuurlijk niet helemaal naar binnen, want we willen de maag niet verstoren. De darmen. Dus even een beetje eten en een beetje koffie erbij. En dan straks weer een maaltijd, denk ik. Gestuurd naar de coach AJ Sims. Ja, man, spot on, mate. You're right there. Just keep that midsection sucked even more to your spine on the quarter turn. So hij geeft toch wat tips voor de posing. En vanaf hier gaan we verder kijken wat voor meals ik verder ga eten. Ik had gisteren wel niet genoeg bief bij ons. Wel genoeg kip, maar ja, de plannen veranderen wel eens. Dus deze man is gisteren nog even speciaal naar de supermarkt gereden en heeft nog wat bief gebakken. Alles voor mijn mattie. Biologisch, low fat. Ja. Beste van beste. Zelf geslaagd, zelf gedraaid. We hebben een tijdje backstage gelegen. Ik heb al 4 of 5 maaltijden gegeten, wat tussendoor wat gesnackt. Vooral opgelet dat we buik niet opblaast. Het zijn kleine hoeveelheden die we eten, zodat de taille goed strak blijft. Zodat we dat goed kunnen presenteren straks op het podium. Want het gaat allemaal bij bodybuilding om de verhoudingen. Als je een slanke taille hebt, dan lijken je benen groter. Als je een grote taille hebt, lijken je benen kleiner. Dus dat neemt weg van je fysiek. Dus alles gaat straks goed samenvallen. Ik heb er een heel goed gevoel over. Het huiswerk is gedaan. Ik heb gedaan wat ik moet doen. En we gaan lekker verder zo. De wedstrijd loopt al aardig uit. Classic fysieke waren behoorlijke line-ups. Dus normaal zouden we 6:30 op moeten. Zouden de open bodybuilding beginnen. Dus dat wordt misschien wel 7:30. Ik hoop dat het niet te veel, nog veel verder gaat uitlopen. Zoals jullie weten, misschien wel weten, sta ik normaal om 3:30, 4:00 op. Dus dat is voor mij normaal rond bedtijd. Dus, maar goed, het is wat het is. En we doen wat we kunnen.
fixen. Nou, we gaan nu dus weer even wat eten voor Jasper maken. Want coach zegt dat hij even moet eten. Dus dat volgen we dan. We gaan wat rundvlees voor hem maken met rijst. Dat piepen we lekker op in de magnetron. En dan ga Jasper zo meteen lekker smullen. Nu even lekker wat frietjes. Wat extra zout. Het water zijn we eigenlijk een beetje... Nou ja, we zijn natuurlijk al de hele dag aan het opdrogen, zullen we maar zeggen. Nu met wat extra zout erin. Nog minder vocht. Dan trekken we die laatste beetjes vocht uit die onderste huidlaag in de spier. En om straks als we op gaan pompen, op het moment dat we ons steeds gaan met weer wat snelle suikers en wat vetten. Iets wat waar veel calorieën in zitten, maar compact is. Zodat ook weer die waistline zeg maar compact blijft. Waardoor de verhoudingen er beter uitspringen. Ja, dat is een beetje hoe het spel gespeeld wordt vandaag. En, hoe alles samen moet vallen tot de piek op het podium straks. Dus let's go get it! Ja, ik ga even communiceren met de coach of ik nog wat moet eten of in ieder geval straks nog een uurtje voor het podium op ga weer een shotje wodka. Nee, het zout zit al in, dus het is alleen nog wat suiker en vet eigenlijk. Nee, straks goed bovenlichaam oppompen, benen zijn knijterhard, droog, grainy. Ja, strepen staan in mijn reet, hamstrings is knijterhard, striations in mijn quads. Ja, ik weet niet of het nog beter kan worden als dit, maar dit is het. En we gaan straks zien wat het opbrengt. Uurtje uitloop inderdaad, dus ik verwacht dat we over 75 minuten op moeten. Tenminste ik en de rest in mijn klasse. Nu dan weer een shotje vodka. Straks nog een suikerwafel met wat jam erop en dus een non-stim, dus zonder stimulanten pump product, dus iets met arginine en citrulline, dat soort dingen, met een beetje kokosnootwater. Als je dit koopt, koop dan geen concentraat uit concentraat, want dat bevat niet de juiste dingen. Dus je wil echt kokoswater hebben waar dus potassium in zit, dus de mineralen, de elektrolyten. Nou, op de winst Jasper. Op de winst, ja. Cheers! Dat is de Robje. Thank you.
Ongelukkige deelnemers, de Euroteam van de Saïs, die als bestaan. Voor jou Jasper deze, kom op! Blazen, blazen! Your favorite bass masculine. Yes Jasper! Ja! Gaan! Good job guys. Amazing blast, thank you so much. Even deppen. Duurt wat. Ze komt goed warm en ze komt erop uit. Dat is beter als die onderbroek, denk ik. Een handdoek. Eerst center. Eerst center. Die doen ze ineens door elkaar gaan gooien nu. Nee, klopt. Inderdaad, dat was onduidelijk. Team Everroder. Hoe voelt het podium? Goed. Ronde 1 klaar. Klaar voor ronde 2? Yes, round 2. Maar ja, nu moet de meeste damage gedaan zijn. Volgende routine met slipper 29, Jasper Bakker. Oké, Jasper. Thank you.
dames en heren, een groot applaus voor deze twee heren. Plek nummer 5 bij Slipknot. 27, Hannes Lichtenberg. De vierde plaats bij Slipknot 28, Jamie Kaldenberg. De derde plek. Slipknot 23, John Lambert. Afmaken, Jasper! Ja, zeg het maar, wie zal het worden? Jasper! Jasper, ik word Kiel. Iemand zegt Marvin. Toen was het stil. Ja, de tweede plaats. En ze hebben erom. 29, Jasper Bakker. Ik heb echt niet geloven. Ja, veel bredere spieren. Je spieren. Hier, deze